Heel veel kortgeschoolde jongeren in onze steden zijn werkloos. Hoe komt dat? Ja, dat komt voor een stuk omdat ze kortgeschoold zijn. Het is, onderwijs is eigenlijk ongelooflijk belangrijk. En ik zeg tegen alle jongeren, wij leven gemakkelijk tot ons 80 jaar. Ik weet dat je op de schoolbanken moet zitten en dikwijls heb je geen goesting. Maar het bepaalt zo sterk je leven. Wat je doet, hoe je gezondheid is, of je kinderen hebt, hoe je partner vindt, of je een aangenaam leven hebt. Dus alsjeblieft doe inspanningen. Maar tegelijkertijd, onderwijs, kijkt ook eens naar je eigen organisatie. En maakt dat jongeren die vooral met hun handen willen werken, of die vooral bijleren door ook iets te doen, geeft meer kansen aan de jongeren om sneller concreet op de werkvloer te zijn, maar toch nog ook bij te leren. Moet je als minister van Werk een beetje het felle werk van het onderwijs opkuisen? Het is natuurlijk wel zo, als daar waar onderwijs faalt, dan komt dat terug bij in de werkloosheid en daar moet de minister van Werk dan wel iets mee doen. Datzelfde als bedrijven die falen en failliet gaan. Ja, dan komt dat ook in de werkloosheid. En dan roept iedereen, de minister van Werk moet het oplossen. Maar eigenlijk, het is een beetje zoals met armoede, zijn er al heel veel andere dingen voordien die niet goed werken en die je eigenlijk structureel moet aanpakken of economisch. Maar er zijn ook wijzigingen in de maatschappij. Soorten jobs die veranderen, activiteiten die veranderen. En je moet dat kunnen aanpassen. En wat wij in België heel erg hebben is, we willen werk hebben en we willen heel ons leven dezelfde job doen. Terwijl nu en dan een keer veranderen is ook wel goed voor de goesting. Ja? Dus zoals een keer iets anders eten, je leert bij, maar je hebt dikwijls ook meer goesting. Dus wij moeten zo niet verstart zijn. Dus je treedt daar een Karel van Eetveld een beetje bij. Die zegt dat de ontslag eigenlijk niet zo erg is en dat we daar flexibeler mee moeten omgaan. Ontslag is op zich niet zo erg. We hebben dat ook geprobeerd om in het eenheidsstatuut die vooral over de vooropzicht gaat en het uitbetalen voor een stuk van schadevergoeding, maar ook begeleiding van de werknemer naar een nieuwe job. Als er jobs zijn waar je naartoe kunt gaan. Ontslag is wel erg als je enige uitweg werkloosheidsvergoeding is. Dus ik ben een beetje akkoord met Karel van Eetveld. Maar in de zin van nu en dan een keer veranderen is echt niet zo erg. Het vraagt wat aanpassing. Maar meestal vindt het achteraf wel leuk. Maar als het voor alleen een uitkering is, niks doen, dat lijkt leuk. Maar dat is de meeste mensen die geen werk meer hebben, die vinden dat echt niet zo leuk. Wij gaan jou misschien onthouden als de eerste minister van Arbeid die echt werk heeft gemaakt van een sanctioneringsbeleid. Maar daarnet heb ik jou ook horen zeggen dat je vindt dat men altijd moet uitgaan van waar mensen dromen. Dus bent u een idealist? Bent u de harde tante van het sanctioneringsbeleid? Hoe ziet u uzelf? Ja, ik weet dat men soms mij beschrijft als een harde tante. Ik vind dat van mijzelf niet. Ja. Ik vind dat de maatschappij het zich niet kan veroorloven dat mensen geen job hebben. Er is een soort recht op werk. We hebben als arbeiders daar heel erg voor gevochten. Maar dat betekent dat mensen moeten een inspanning doen om werk te vinden. Maar de maatschappij heeft ook een verantwoordelijkheid om zodanig beleid op poten te zetten dat er jobs zijn voor iedereen. En dat iedereen, want werk is belangrijk voor iedereen in zijn leven. Dus ik ben streng naar werknemers die dat allemaal misschien niet willen. Maar ik ben ook streng naar werkgevers die discrimineren of mensen geen kansen geven en dan klagen. Ik vind niemand. Ja, dat vind ik niet fair. Dus sanctioneren. Rond de inschakelingsuitkering, daar verwijzen we waarschijnlijk naar. Daar zeg ik alleen, je moet jongeren veel sneller vastpakken. We hebben stages gecreëerd om jongeren kansen te geven. Want eigenlijk, als je nu wilt controleren of iemand wil profiteren, dat is heel gemakkelijk, geef hem een job. En ofwel komt hij, ofwel komt hij niet. Ja? En dan kun je direct controleren
Wat is de echte reden waarom dat hij niet komt? Is het nu omdat hij wil profiteren? Of zijn er misschien ook nog andere redenen? Ziekte, psychische stoornissen, iets waar vrij veel voorkomt de laatste tijd. Dus dat lijkt hard, maar ik zeg daar gewoon concreet werken. Niet te veel over zagen. Ik heb een heel groot probleem met politici die zeggen, oh, hij braaf, arm meisje, maar voor de rest dan niks doen. Dus ik ben op dat vlak wel een beetje recht door zee. Ik hoorde Eddie van der Wallen, die medewerker is, beleidsmedewerker bij de OCME's in Gent, zeggen dat werkwelzijn was een welzijnwerk. Klopt dat? Ik vind dat wel, ja. Allee, niet alle werk is welzijn, hè. Als je in afschuwelijke omstandigheden moet werken, dan is werk niet positief. Maar de meeste mensen, en je ziet dat bij mensen die met pensioen gaan of mensen die ziek zijn, die zeggen, ja, ik wil eigenlijk wel terugwerken, geef me mijn job terug. De meeste mensen zijn gelukkig met een aantal zekerheden en basic dingen in hun leven. En werk, ja, dat geeft je vrienden. Je weet waar je mee bezig bent, je leert bij constant, je hoort er nog bij. Hè. Dus ja, ik vind dat zelf ook, je mag niet te weinig hebben, je mag ook niet te veel hebben, want dan heb je een burn-out en zo verder. Maar ja, een goede job is toch ongelooflijk basic. Dus daarmee begint alles, dat is een inkomen. Ja, dat is menselijke relaties, fierheid ook. Ja, allee, als je kinderen hebt en de papa of de mama, die werken nooit. Dat is toch niet zo leuk, hè? Dus ik ben wel hard in het opwaarderen terug van arbeid. Een goede job, dat is eigenlijk wel... We vloeken er wel op, maar dat is zoals op een partner of een goed lief. Soms vloekt je er ook op, maar als je die niet meer hebt, mist je dat enorm. Zeer vergelijkbaar.